Ik ben wat kleinere ondernemingen betreft niet zo'n grote kapitaalbeschermingsbeliever. Ik denk wel, dat zie je wel, coöperatieve vennootschappen in de tijd dat de kapitaalvereisten daar lager lagen, zelfs nul waren, gingen sneller failliet. Dat heeft iets te maken met de ernst waarmee je aan een onderneming begint. De faillissementen zijn volgens mij voor een groot stuk dat ze blijven duren het gevolg van de crisis die geleidelijk doorwerkt. Dus er zijn mensen die het lang volhouden, die hun spaarcenten een tijd gebruiken, die hun personeel vrij lang houden, soms in technische werkloosheid. En dan als de consumptie niet echt opnieuw aantrekt, die op het einde van de rit op hun tandvlees zitten. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden nu dat de economie, want structurele redenen zijn er niet meer, nog altijd niet aantrekt. De mensen zijn nog altijd banger dan ze zouden mogen zijn. En dat betekent dat ze onvoldoende consumeren, dat betekent dat ze onvoldoende investeren. Ik ben dikwijls verleid geweest om jongeren aan politiek te beginnen doen, om allerlei redenen. En ik heb altijd gedacht, nee, ik doe dat niet. Omdat ik eerst wat ik dacht onafhankelijk wilde zijn. Daarmee bedoel ik niet zozeer financieel onafhankelijk, maar wel niet moeten leven van die politiek. En de druk die, stel u nu voor dat u volgend jaar naar Brussel komt en tegen u 35 minister bent, wat zeker niet uit te sluiten valt, die druk is enorm omdat je leven er dan van afhangt. Waar zou ik het liefst zitten? Ik denk dat ik daar niet tussen zou kunnen kiezen. Heel veel hangt af van wat je mag doen. Van wat de concrete invulling is van je ministeriële functie. Ik heb nu een heerlijke functie. Ik ben heel gelukkig met financiën te mogen doen. Wie weet voor wat zou ik moeten ruilen volgende keer als ik erbij mag zijn. Dat weet je nooit op voorhand. Dus ik zou liefst hebben dat er geen verkiezingen zijn. Ik ben heel gelukkig.